Van een goede mentale staat bij kinderen is belangrijk voor het creëren van een mentaal gezond persoon voor de toekomst. Daarom is het belangrijk reeds bij de opvoeding te beginnen te werken aan een ondersteunende omgeving, zegt de gepassioneerde leerkracht Jennifer Philip in gesprek met onze redactie. Philip is van mening dat het zaak is ook om daarna via het onderwijs op een creatieve en veilige manier bij te dragen aan deze omgeving. Kinderen moeten hun emoties kunnen herkennen en zelf ermee weten om te gaan. Het is zeer gevaarlijk als een kind dit niet kan doen, stelt Philip. Wanneer we praten met kinderen, dan leg ik de nadruk op met, niet tot. We hebben de neiging om tot ze te praten. Wat ik zeg is wet. We moeten leren om te luisteren. Want wij denken, het zijn kinderen, ze weten niet wat ze willen. Ze weten heel goed wat ze willen. Ze weten heel goed hoe ze zich voelen. En ik denk als kinderen zich gehoord voelen, dan kunnen ze zich ook veel beter uiten. En dan kan je ook veel makkelijker problemen sneller ontdekken en oplossen. Er moet niet voorbij worden gegaan aan de bijdrage die een leerkracht levert in het leven van een kind. Het verzorgen van lessen gaat hand in hand met het creëren van een veilige omgeving voor elk kind. Je dient je als leerkracht dus op te stellen als een veilige schuilplaats, meent Philip. De school is het tweede huis van een kind. Weet je, kijk, zoals ik al zei, de situatie in het land momenteel zorgt ervoor dat ouders 2-3 banen hebben. Kinderen zien hun ouders vroeg 's morgens wanneer ze naar school gaan. En wanneer de ouders thuis komen, zijn die kinderen al in bed. Omdat mama 3 banen moet draaien, bijvoorbeeld. Die emotionele ondersteuning thuis is daar iets minder. En niet omdat die ouders niet willen, maar omdat ze niet kunnen. Het is dan onze taak als leerkrachten om dat stukje op te vangen. Het lijkt misschien veel, maar ik denk als wij die mindshift maken dat wij de moeders zijn op school, wij de vaders zijn op school, dat het zo gedaan is. Mijn leerlingen allemaal in de klasje kan ze vragen. Ze hebben allemaal het gevoel, dat moedergevoel voelen ze bij mij. Ze weten ze kunnen bij mij terecht. Ze weten ze kunnen hun hart bij me luchten. En dat krijg ik dan ook vaak, dat kinderen met hun problemen komen. Omdat er thuis op dat moment niemand is bij wie ze zich veilig voelen. Of bij wie ze zich kunnen uiten op dat moment. Dus het is heel belangrijk dat het onderwijs, de leerkrachten, het tweede gevoel voor de kinderen zijn als een tweede huis. Het volledige gesprek met Jennifer Philip ziet u morgen in ons nieuwsprogramma In Gesprek Met om 5 uur op kanaal 12.1.